Oh, het is net geen lied. Het is Liel vandaag. Wat is het? Het is 13:31 uur. Oh. Op een zaterdag. Wasstraat 27. Priem getal. Nerd. Ja, twee keer achter elkaar ook. Oh, ik merk dat de deur dicht. Zo. Zo, nu wel. En, heb jij iets om mee te beginnen? Ik heb iets om mee te beginnen. Nou, begin. Jongens en meisjes, 9 mei. Hou die vrij in je agenda. En we gaan je in de feedback, dus zodra we in de wasstraat zitten, gaan we precies vertellen waarom. Oh, oké. Okay. En heb je ook nog iets om echt mee te beginnen? Een onderwerp? Of, ja, weet je wat? Laten we licht beginnen. Wij maken websites en wij maken... hoe vaak beginnen verhalen op die manier? En als wij websites maken met content erin, dan gaan wij persona's maken. Ja. En persona's, er zijn mogelijke klanten die naar een website toe gaan en daar vragen hebben en die beantwoord willen zien. En dan ga je dat dus doen. Een soort type mens is dat, toch? Ja, een soort van archetype. Dus ja. De koper, en dan noemen we hem Henk. En dan zeggen we dat Henk niet al te veel geld heeft, maar wel geïnteresseerd is in bla bla bla. Ja. En we hangen er ook wat gedrag aan. Weet je wel, Henk is een beetje onzeker of wil juist heel veel dingen uitzoeken. Ja. En dat heet de persona's. Ja. Op een of andere manier maken we geen persona's voor bedrijven. Dus stel je voor dat je een website maakt voor een bedrijf. Ja. Dan weet je wel wat een klant gaat vragen en wat zijn behoeftes zijn en emoties. Ja. Want dat zit in die persona's. Maar niet wat de behoeftes en emoties en beweegredenen zijn van het bedrijf. Wat eigenlijk het antwoord teruggeeft via de website. Maar dat gebeurt toch eigenlijk wel? Je ziet bijvoorbeeld een hoop bedrijven die hebben echt wel een soort van manier van doen. Dus die zijn bijvoorbeeld spontaan. Ja. Dus in hun uitingen zijn ze spontaan. Dat is natuurlijk een type mens die spontaan is. In plaats van een meer ingetogen, rustig. Ja, een heel mooi voorbeeld daarvan is, en dat is de reden waarom ik het aangaf. Want ik zag pas geleden van Mailchimp. En dat bestaat waarschijnlijk al heel erg lang. Bestaat er een website die heet toneandvoice.com. Heb ik het ook wel eens over gehad. En daarin vertellen ze hele grappig, gewoon gebaseerd op cases. Bijvoorbeeld wordt het iemand die ziet het blog of gaat naar het blog van Mailchimp. En die heeft een aantal verwachtingen en et cetera. En vervolgens staat daaronder een aantal tips voor degene die eigenlijk die behoefte dan moet invullen op het blog van Mailchimp. En die zeggen van wees grappig en wees attent en zorg ervoor dat die verwachtingen vervuld worden. Eigenlijk is tone of voice is een stijlguide voor hoe je, wat voor toon je moet aanslaan in welke situatie. Het is echt een briljante stijlguide. Het is echt geniaal. Ja, hij is echt de moeite waard. Hij is in kleuren ingedeeld. Kleuren die volgens de kleurenleer een bepaalde mood weergeven. Dus rood staat voor er is iets heel ernstigs aan de hand. Ja. En als je daar dan op klikt, dan krijg je tips van hoe je, wat voor tone of voice je moet aanslaan als er een als er een factuur verkeerd is gegaan of zo. Whatever. Of als er ernstige dingen zijn. Ja. Echt heel erg goed gedaan. Ja, dat is heel erg goed gedaan. Maar ik merk dat, dat we dat eigenlijk wel eens over het hoofd zien. Dat een bedrijf, ja, als wij naar een website toe gaan, ja. Van bijvoorbeeld één persoon. Ja. En wij lezen bijvoorbeeld Philip Bloem. Dat is een beroemd videograaf. Die maakt video's met spiegelreflexcamera's en ook andere dingen. Ja. En als ik naar zijn website ga, dan voel ik zijn tone of voice. Dan weet ik de manier hoe hij communiceert. En dat proef je overal in terug. Ja. En dat zou eigenlijk ook moeten zijn voor bedrijven. Maar, bedrijven vergeten dat wel eens. Ja, het gebeurt wel. Alleen het maken van zo'n uitgebreide style guide zoals tone of voice. Of voice en tone, hoe heet het ook alweer? Dat kost bakken met geld. Dus je moet prioriteiten stellen. Dus vaak zit er in een huisstijl zit er wel degelijk iets van. Er is echt wel onderzoek gedaan van wat voor soort bedrijf ben je. Hoe wil je communiceren met je klanten? Ja. En dat zie je ook terug in de beeldtaal. Er wordt wel vergeten om dat helemaal door te voeren. Ja. Want daar is het budget niet voor. Of er wordt te veel budget eigenlijk uitgegeven aan mooie plaatjes. In plaats van
dat er ook budget wordt vrijgemaakt van hoe moeten we nu eigenlijk praten. Ja, terwijl dat een van de belangrijkste dingen is. Is het ook. He, want het is niet, zeg maar, nou, je zet hem neer, die website, en dan ben je, dat is het dan. Ja. Hey, er is een dialoog gaande. Ja. Een klant heeft een vraag, gaat naar de website en verwacht dan een dialoog te starten die begint met het antwoord. Of met wat wedervragen. Of het is wel interessant, want een deel van het creatieve budget zou eigenlijk moeten worden gereserveerd voor content. Hoe praten we? Ja, inderdaad, voor die dialoog. Want nou, je merkt dat juist ook wat grote bedrijven. En het is heel erg moeilijk hoor, begrijp me niet verkeerd. Ja, maar die kiezen, ja, inderdaad. Ja. Het dat is niet geen reden. Het is niet moeilijk, het kost moeite. Je moet er moeite in steken. Ja, overal moet je moeite in steken. Ja, inderdaad. Ja, maar dat vergeten mensen af en toe. En het resultaat is, dan weet je wel, dan gaan ze aan de safe side zitten. Dus dan heb je bankbedrijven bijvoorbeeld. Nou, dat is dan misschien een slecht voorbeeld. Maar heb je bedrijven die dus in plaats van zeg maar hun persoonlijkheid laten uitstralen, gewoon heel erg aan de safe side zitten. Ja. En weet het, klanten bejegenen met u. Om het maar voor de zekerheid te doen. Ja. En de knipoog vergeten. Dat is een keuze die je maakt. Kijk, bij een bank kan ik me voorstellen dat je iets formeler bent. Dat is minder grappig dan een marketingbedrijf. Ja. Het is nu eenmaal zo. Nou, dat is niet zo. Want er is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. ING Direct. Ja. Maar ook bijvoorbeeld Mint. Die hebben daar over nagedacht. En die zeggen van, nee, wij zijn ook een merk. Ja, en wij mogen, als dienstverlener. Ik denk dat een bank als ING daar ook over heeft nagedacht. Alleen het waarschijnlijk gewoon heeft besloten, wij willen formeel zijn. Ja. En inderdaad, een wat kleinere bank die opkomt, die kan wat informeler zijn. Want die moet een bepaald publiek aanspreken. En het publiek van early adopters is nu eenmaal wat toffer. Dus daar kan je ook wat toffer doen. Ja, misschien wel. Maar ik denk dat als die banken eenmaal groot zijn, kijk maar eens naar hun tone and voice. Als het publiek gewoon hele... Dus wat je zegt is eigenlijk, als het publiek te breed is, dat je er een gemiddelde van moet maken, dan moet je ook maar heel gemiddeld praten. Dat gebeurt vanzelf. Waardoor je een soort van... Ja, maar dan verlies je identiteit. Ja, ik ben kijk, het... ik had voor... Gisteren hield ik een presentatie. En, dat heb ik gehoord, ja. Ik hield daar, het ging over de toekomst van het web. En op een gegeven moment twitterde ik, gisteren wilde ik weten, dat ik zocht naar negatieve invloeden op het web. Ja. En ik twitterde toen, wie zijn naast marketeers en juristen nog meer de vijanden van het web? Nou, en toen reageerde iemand pissed off. Ja, die toon van jou, daar... Daar was hij niet van gediend. Nou ja, het was... Ja, van de... Daar worden mensen... weet ik veel. Ja, omdat je was aan het generaliseren en dat vond hij niet tof? Of, En daar krijg je... Daar gaan mensen nooit met je samen willen werken. Of weet ik veel wel. Totaal onzin. Oké. Maar in elk geval... dat is mijn tone en voice. Ja, precies, ja. Deal with it. Ja. Ja. Nou ja, of gewoon zo wat. Ja, of moet ik dat gaan aanpassen, omdat ik nu, dat ik wel 1000 volgers heb, moet ik dan ineens netjes gaan doen? Nee, dan, die 1000 volgers heb je omdat je op die manier komt. Waarschijnlijk. En waarschijnlijk heb ik geen 2000 volgers omdat ik me wel eens misdraag. Nou ja. Omdat ik daar niet misdraag, maar ik ben wel eens gewoon wat... Vanwege die muzieksmaak van je waarschijnlijk. Ja, weet ik wel. Nee, inderdaad. Maar ik denk juist dat het misschien nog wel eens kan zijn dat, omdat je zo'n specifieke toon hebt, dat je daarom misschien ook een veel hechtere, dus dat het niet een vanilla of een vanille tone of voice is, maar dat je gewoon echt een hechte relatie aangaat met je publiek of met de mensen waar je samen mee twittert. Je selecteert daardoor ook een bepaald type publiek. Ja. Dus inderdaad, doordat ik op een bepaalde manier praat, zal ik een bepaald soort volgers niet hebben. Ja. Dus mensen die een hekel hebben aan,
aan mijn manier van praten zullen inderdaad andere mensen gaan volgen. Dat is prima. Daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg blij om. Ja. Maar het belangrijkste daarin is, stel je voor dat jij nou een ander kanaal hebt, bijvoorbeeld dat je op je blog heel erg formeel communiceert, dan denken mensen, ja, dat is gewoon iemand anders. Ja. Dat is, of dat is een secretaresse of een secretaris die dat Dus krijgt. Je moet inderdaad, je moet in je uitingen moet je consequent zijn. Ja. Hey, hoe heet het? Jouw mails en jouw offertes of wat dan ook, dat moet eigenlijk zouden dezelfde toon moeten hebben. Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, als ik voor een klant een document schrijf over een bepaalde webtechniek, noem maar wat, dan gaat dat niet over mijn tone of voice. Nee, precies. Dan is het niet Vasilis die... dan gaat het over Mirabeau. Ja, inderdaad. Dus dan moet ik die tone of voice. Natuurlijk sijpelt er wat van mij in door, want ik kan nu eenmaal niet anders. Nee. Maar... van die leuke bijzinnen, want dat is evil natuurlijk. Ja. Maar ik vond het... ik heb trouwens de presentatie heb ik gelezen. Daar heb ik nog wel één of twee vragen over. Want je gaf aan van... je hebt gesproken bij... Help me eventjes, want ik kon het niet uitspreken. Cody, zo heet het. Ja, en wat is dat? Het is een congresje. Eerste keer georganiseerd. Eigenlijk is het een soort van... een meet-up s'avonds. Ja. Ze hebben het iets groter aangekleed. Uh-huh. Van wat voor soort mensen? Het zijn drie mensen uit Zwolle met een, volgens mij, design en development achtergrond. Dus in elk geval, het idee was, we doen designers en developers bij elkaar. Maar het was eigenlijk gewoon een meet-up. Okay. En op de een of andere manier zien zij het zelf meer als een congres. Dat was het niet echt. Het was gewoon een... Okay, maar ze hadden het ook iets verder aangekleed. Ja. Maar het was wel leuk. Het was hartstikke leuk. Het was in een oud... het oudste gebouw van Zwolle. Refter. Okay. Volgens mij is het een oud klooster. Okay. Uit 1300 nog wat. Kijk. Echt oud. Dat is pas geschiedenis. Ja. Het was wel... het was een leuk congres, ingeleid door eerst een goede presentatie over, eigenlijk over, niet zozeer persona's, maar meer over persoonlijkheden. Van wat voor soorten mensen heb je en hoe kan je die bepalen? Ja. Door Steven, achternaam ben ik even kwijt, van Concept 7. Een ontwerp- en onderzoeksbureau. Nou, dat was hartstikke goed. Dat was een goed verhaal. Wel een beetje eigenlijk wat je weet van hoe kan je die psychologische profielen volgens een bepaalde methode vaststellen. En daar kwam bijvoorbeeld, dan heb je een aantal tests van, ben je meer een introvert of extrovert persoon, ben je meer een ondernemer of, er waren wat dingetjes. Oh wacht, een ring Amsterdam moet ik hebben. Even snel een Audi voorlaten. En wat was het doel dan om dat soort mensen of dat soort types te determineren? Je wil dat soort types weten om te kunnen bepalen hoe je wat voor content je aanbiedt op je site. Ja, ja. Dus je moet zeggen, hij had een voorbeeld van een bepaalde kleinere zorgverzekeraar die zich heel erg richt op een bepaald type mens, wat eigenlijk maar een minderheid van de bevolking is. Ja. Dus dat zijn de humanisten of zo. Dat is een bepaald type die meegaand zijn, zich een beetje zorgen maken om wat anderen zullen vinden. Oké. Dus karaktertrekjes zitten daarin en ook een soort van overtuiging? Of, Het is meer het karaktereigenschappen van bepaalde soorten mensen. Ja, en daar richt die bepaalde. Dat was wel interessant. Oh, maar wat ik ook interessant vond, was dat ik bij alle types, en bij, dus dan moest je telkens zeggen, ben je meer dit of ben je meer dat, was dat ik dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Dus bijvoorbeeld, als het gaat over een onderwerp waar ik specialist in ben, dus op mijn vakgebied, dan hoef ik helemaal niet na te denken of onderzoek te doen. Dan heb ik gewoon binnen 10 seconden, heb ik daar het antwoord op, ben ik super alert en
als je een discussie met me aangaat, dan heb ik je er ook zo onder geluld. Ik weet gewoon hoe dat zit, klaar. Ja, precies. Op het andere moment, als ik met vrienden op vakantie ben, dan kan me allemaal niets van schelen. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het fijn om met die vrienden te zijn. Als die vrienden graag een dagje ergens heen willen, dan ga ik wel mee. Ja. Dus dan ben ik weer helemaal niet ondernemend. Dat is helemaal afhankelijk van de situatie. Ja. Als ik een vakantie plan, dan heb ik inderdaad zo, nou, doe maar het eerste het beste en ik hoef niet alles uit te zoeken. Dat is allemaal wel goed. Ja. Maar als ik een auto zoek, dan ga ik weer helemaal onderzoeken en uitzoeken. En misschien is het toch nog wat beter. Dus eigenlijk kwam ik telkens, afhankelijk van de situatie, was ik een ander soort persoon. Oh, wat grappig, joh. Nou, en dat zie je natuurlijk bij andere mensen die heel veel verstand hebben van auto's. Die kopen zo'n auto. Ja, die weten dat al. Die weten dat. Ja. Dus waar zouden die... Die kunnen je ook binnen 5 minuten, bij wijze van spreken, aan je lijf afvlezen wat voor auto je rijdt. Nou ja, precies. En dat is dan bij mij weer met een website. Kijk, als zij een website moeten maken, gaan ze uren en jaren lang, weet ik veel, onderzoeken en doen. Dat ik daar eerder to the point zou kunnen komen. Dat vond ik wel interessant. Ja. Maar goed, al die verschillende persoonlijkheden blijven natuurlijk bestaan, ook als het gaat over situaties. En Amazon is natuurlijk een goed voorbeeld van een overvolle website, maar waarbij wel elke soort persoon aangesproken wordt op die verschillende plekken in de website. Dat was heel interessant om te zien. Je hebt elke een eigen hoekje, zeg maar. Ja. Ja, want ik kan me nog een presentatie herinneren van iemand op, Dutch Design Week. Ja. En die zei inderdaad zo van, ja, je hebt eigenlijk, stel je voor dat je een winkel hebt, dan kan je mensen op 3 manieren beïnvloeden. En, of eigenlijk ervoor zorgen dat ze denken van, oh, dat is dan toch nog wel een interessant product. Ja. En dat is bijvoorbeeld erbij zetten dat Cas Spijkers een bepaalde pan geweldig vindt. Hè? De beroemd kok. Ja. Dus dat ze zich spiegelen met beroemde mensen. Ja. Of dat hun vrienden die pan ook hebben gekocht en een goede rating hebben gegeven. Of bijvoorbeeld heel gevoelig zijn voor kortingen. Ja. Dus dat die in de aanbieding is. Of dat nou het geval is of niet. Als er maar aanbieding bij staat. Nou, dat zijn die. En je hebt de bestel nu knop voor de mensen die gewoon direct willen kopen. Voor wie dat allemaal helemaal niet interessant. Ja, precies. Die hebben dat al besloten. Ja. Willen hem gewoon bestellen. Willen geen extra informatie. Dat zijn inderdaad die... Dat zijn een beetje die types inderdaad. Ja. En het toffe is dat die... dat als je dus mensen een beetje volgt op het internet... wat nu niet meer mag dan, of tenzij mensen dat vragen natuurlijk, dan kan je daar, dan kan je dus destilleren van wat de prioriteit gaat krijgen. Hè. Dan krijg je een beetje responsive content zoals, zoals mensen dat misschien wel zouden willen. Oftewel, dat de Cas Spijkers review helemaal bovenaan staat of echt in je blikveld als jij dat uit de analyse blijkt dat jij dat heel belangrijk vindt. Dat is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk, want dat betekent eigenlijk dat je heel erg snel geneigd bent om te consumeren of om dingen te kopen. Ja. Afhankelijk van of je daar echt heel erg gevoelig voor bent natuurlijk. Ja, dat is, Amazon is er natuurlijk een ster in. Ja. Dat brengt me trouwens wel naar het volgende onderwerpje. Ja. Er is een... ik weet nou niet of ik het vorige keer ook heb genoemd, dus excuseer me als het dubbel is. Vorige keer hadden we het heel even over cookies. Dat het maar lastig is dat er cookies zijn sowieso. Of eigenlijk dat je ze moet goedkeuren en dat dat ruimte in beslag neemt. Ja. En ik vroeg me zo af, wat nou als je mensen de keuze biedt? Dus niet zeggen ze van, hallo, wij willen cookies gebruiken en daarom gaan we of de website blokkeren of een dikke balk onder boven naast de website zetten. Maar deze van, oh... Je hebt net gekozen op de productmap. Vind je het erg als we dat opslaan voor je? Want dan kunnen we dat volgende keer nog makkelijker voor je maken. Dus eigenlijk dat het onthouden van de gegevens, dat dat een soort van gedeeld voordeel is. Weet je, dat de klant ermee geholpen is. En dat het bedrijf natuurlijk ook een beetje doorgeholpen is. Ja, dat kan. Ik heb dat nog niet eerder gezien. Dat dus echt die angle van, kijk, die cookies gebruiken, dat is een dienstverlening aan jou. En of dat nou helemaal waar is, het zal altijd zijn dat het bedrijf daar ook geïnteresseerd in is. Ja. Maar zo expliciet daarover communiceren heb ik nog niet eerder gezien. Het kan. Het zou best wel eens een leuk experiment kunnen zijn. Ja.
Het is natuurlijk meer werk. Het is zeker meer werk. Ja. Maar het is ook sympathieker wat mij betreft. Absoluut. Dus. Absoluut. Gewoon op het moment dat het nodig is vragen of er koekjes gezet mogen worden. Ja. Ja. Nou ja, of je eigenlijk mag beginnen met dienstverlenen. Weet je, dat is de meneer in de winkel die naar je toe loopt en vraagt of die je kan helpen. Ja. En dan zeg je, nee hoor, ik browse alleen maar wat. En dan klik je op nee. Ja, precies, ja. En dan misschien wel dat je op een gegeven moment zegt van, oh ja, nee, nu is het wel handig. Ik weet het ook niet. Ja. Dus. Nou ja, nee, maar goed, dat kan. Ik denk ook zeker, tuurlijk, die cookie-waarschuwingen, die worden heel horkerig in beeld gebracht. Ja. Eigenlijk zo horkerig mogelijk, zodat mensen maar op ja klikken. En dan mogen ze alle cookies zetten. Ja. Je ziet ook bepaalde bedrijven die geven, zetten die cookie-waarschuwing meer van... geven ze opties. Als je dit accepteert, dan kunnen we dat of kan jij dit. Ja, ja, AccessFold doet dat bijvoorbeeld. Ja, maar het vervelende daaraan is dat mensen zitten helemaal niet te wachten om erover te lezen. Want jij zegt, het is inderdaad wel eigenlijk een veel beter idee. Van op het moment dat het nodig is, vraag je niet zozeer over cookies, want dat is super technisch. Ja. Maar je noemt cookies even terloops in het verhaal over wat je wil gaan doen. Hoe je service wil verlenen. We willen graag. Ja, precies. En dat iets tofs voor je doen. Ja. En om dat te kunnen doen, zullen we een cookie moeten zetten. Gaan we technische dingen doen. Ja. Nou. Ja, maar... nee, een ideetje. Ja, ja, voor de wereld, alsjeblieft. Ik vind het een goed idee. De eerstvolgende uitwerking willen we graag zien op maandag. Ja. Op mijn bureau. Ik denk dat het een goed idee is. Wellicht bestaat het al wel. Ja, nee, dat weet ik zeker. Ik ben zo origineel ben ik helemaal. Nee, maar ja, de originaliteit, dat is ook helemaal niet iets wat je moet nastreven. Goede ideeën komen vaak tegelijk. Ja, precies. Vaak hebben meerdere bedrijven of meerdere mensen hebben hetzelfde idee. Bijvoorbeeld de boekdrukkunst is op hetzelfde moment in West-Europa op verschillende plekken uitgevonden. Oh, echt waar? Ja. Oh. En dat was omdat die toen nodig was. Het waren toch monniken en zo, of niet? Volgens mij, ja, misschien wel. Ja. Nee, monniken schreven. Het waren juist niet de monniken. Het waren concurrenten van de monnikenindustrie. De monnikenindustrie. Ja, ja. Monniken begonnen zich toen af te vragen, maar wat de fuck moeten wij dan de hele dag doen? Ja, inderdaad. Ja, die hadden natuurlijk ook een kennismonopolie. Hè? Dus die vroegen zich af. De kerk vroeg zich af of er wel dingen vermenigvuldigd moesten worden. De kerk was niet zo'n voorstander van dommere mensen geloven eerder. Ja. Dus hoe dommer je de mensen houdt, hoe minder, of je minder weerstand je krijgt. Ja. Of je minder argumenten te geven. Ja. Dus arme mensen. Ja. Alsof we nu zo slim zijn. Nou, goed, op sommige dingen misschien wel. Maar dat is op hetzelfde. Maar dat was omdat die middeleeuwen voorbij waren. Er kwam een soort van renaissance. En in die renaissance werd de boel... Het was nog helemaal niet vrij. Ik bedoel, de kerk was nog altijd een echte letterlijke macht. Mm-hmm. Die mensen in de gevangenis kon stoppen en zo. Maar om de een of andere reden kwam er ruimte voor dit soort dingen. Voor vernieuwing, ja. Voor nieuwe gedachten. Ja, misschien was het voor zichzelf ook wel interessant. Want dan konden ze inderdaad meer tijd steken in de inquisitie en minder in daadwerkelijk boeken schrijven. Ik bedoel... Ja. Waarschijnlijk dachten ze in Spanje ook. Ze van, nou, beter een pastoor met een tang in zijn hand dan met een veer in zijn hand. Ja, ja, ja. Ik weet het ook niet hoor. Nee. Dus mij halen een heleboel tijd... Denk het ook. Alles door elkaar. Niet onderricht, sorry. Of alles vergeten in elk geval. Maar het is wel interessant. Ja, maar dat heb je hier dus ook. Hè? Op het web, we hebben een aantal stappen gezet. We zijn een aantal dingen aan het doen. We hebben met bepaalde specifieke problemen te maken. Zoals de cookiewet. Daar hebben we gewoon nu ineens mee te maken. Daar hebben we natuurlijk al die jaren helemaal niet over hoeven nadenken. En dan kom je natuurlijk met goede oplossingen. Ja, nee, inderdaad, ja. Ja, het was eigenlijk ook een... En de eerste keer om dat uit te werken is het natuurlijk heel erg veel werk. Ja, om de juiste toon aan te slaan.
en dat soort dingen. Maar het is ook echt een probleem, want hoe dit sommige bedrijven die bijvoorbeeld, als je dan hebt over een start-up en je wilt klanten binden, en je wilt bijvoorbeeld tracken van hoe goed bijvoorbeeld jouw campagnes het doen, ja, dan heb je al vrij snel ook echt cookies nodig om dat te doen. Absoluut. En wat ze dan zeggen is van, ja, wij kunnen dus een stopbord voor onze website zetten dat mensen de cookies moeten accepteren. Ja. Maar dat remt mensen ook direct af om daadwerkelijk op die website te komen. Is ook zo. Dus die, ja, hoe heet het, we merken dat, dat een heleboel start-ups in elk geval, of nieuwe merken, dat die daar erg veel moeite mee hebben. Van, ja, wat moeten we nu? Moeten we nu afremmen of juist iets anders gaan verzinnen? Slim mee omgaan inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Vriendelijk. Vriendelijk, in overleg. In overleg, ja. Ja, of slim, zoals wat jij voorstelt, gewoon op het moment dat het nodig is. Ja. Gewoon heel eventjes subtiel lastig vallen. Ja, precies, ja. Ja, en dus niet gniepig. Want dat het kan natuurlijk ook een beetje gniepig overkomen. Ja, ja, je kan natuurlijk ook... Want dat kan natuurlijk ook. Ik kan ook gewoon liegen. Oh, we gaan nu servers aanbieden. Maar dat zag niemand, geloof ik. Maar ik had gisteren dus een verhaal gehouden over de toekomst van het web. Tenminste, ik wilde eigenlijk gewoon weer mijn verhaal over nieuwe uitgangspunten voor webdesign houden. Ja. Dat ik al vaker heb gehouden. En waar overigens een artikel van in de maak is, dat is bijna af. Oh. Dus dat komt binnenkort op Smashing Magazine. Spannend. Maar toen keek ik op de site van Cody en daar stond dat ik het ging hebben over de toekomst van frontend development. Oh. Nou, oké. Okay. Even een beetje bijsturen. Dan doe ik dat. Ik had een keer een presentatie erover gehouden, eigenlijk meer over de toekomst van... voor het onderwijs was dat. Dus ik had dan een deel, ik had dan een beetje nagedacht over de toekomst. Van hoe kan je de toekomst voorspellen? Dat is best lastig eigenlijk. Ja. Je ziet altijd, je hebt extremen in de toekomst voorspellen. Of je kan je gewoon niet voorstellen wat de toekomst ons gaat brengen. Bijvoorbeeld Bill Gates, die ooit heeft gezegd dat hij het zich niet kon voorstellen dat iemand meer dan 640 kilobytes aan geheugen nodig zou hebben voor zijn computer. Ja, dat is echt niet normaal ook, hè? Ja, maar het je niet kunnen voorstellen dat mensen meer nodig zouden hebben. Ja. En dat was toen, was dat, jij was echt een visionair. Ja, inderdaad. Dus dat was gewoon... Kijk, voorstel, hier zit het 4000-voudige in. Ja. Dat is absurd. Ja. Dus dat is een... Dat is één manier van voorspellen. Bijvoorbeeld een van de chairman van de bestuursleden van vroege IBM in 1943. Ja. Die zei dat er wereldwijd misschien een markt was voor 5 computers. Oh, wauw. In 1943, hè? Ja, die had geen gelijk. Ja, 43. Dus we zaten nog midden in de oorlog. Ja, er waren nog geen computers. Nee, niet in de ware zin van het woord, inderdaad. Dus dat is een... Ze hadden wel kaartsorteersysteem, waarin ze de Duitsers nog een eentje op verderop hielpen, maar dat was het, geloof ik. Ja, dat zijn... die manier van voorspellen heb je. Daarnaast heb je de meer fantastische manier van voorspellen. Mm-hmm. We hebben over... in de jaren 50... droomde men over vliegende auto's. In het jaar 2000 heeft iedereen vliegende auto's. Ja, ja. Ik probeer me dan een file voor te stellen van vliegende auto's. Dat is onpraktisch. Tuurlijk wil je vliegende auto's. En dat is ook een mooie fantasie. En wat zou het opleveren? Maar in de praktijk zal dat gewoon... Nou ja. Kom je ook tegen de realiteit aan. Is het wat lastig. Ja. Nou ja, je zal natuurlijk... files inderdaad. Misschien gaat het sneller of zo. Ik weet het ook niet. Ja, het is natuurlijk een fantastisch idee dat iedereen zijn eigen vliegtuigje heeft. En dat je gaat vliegen de hele dag. Maar goed, dat zijn van die andere manieren van toekomst voorspellen. Waarin je dus meer toffe dingen gaat verzinnen. Uh-huh. Ik heb het heel... Ik heb eigenlijk gekeken ook van, kan ik de toekomst voorspellen
door eens even te kijken naar het verleden. Het recente verleden. Dus 5 jaar geleden. Heb ik het hier ooit eens over gehad op de Wasstraat? Weet ik wel. Whatever. Ik stop je wel wanneer je... 5 jaar geleden. Hoe zag het web er toen uit? Of het internet? Ja. Ja, met de verschillende browserversies, et cetera. IE7 was de belangrijkste browser toen. Ja. Google Chrome bestond niet. Was er gewoon nog helemaal niet. De iPhone was nog niet te koop in Nederland. Was er gewoon niet. Tablets bestonden niet. Er was natuurlijk nog helemaal geen native applicatie-industrie. Flash bestond. Daar werden ook nog dingen in gemaakt. Yep. Dat is echt een totaal bizarre wereld. Waar we helemaal niks... Die niks meer te maken heeft met wat we nu hebben eigenlijk. Nee, precies. Ja, want het is heel erg anders geworden. En ja. Eigenlijk... Ja. Dus het is zo'n enorme verandering in die korte tijd. Ja, kan ik dan de toekomst wel voorspellen? Nee, natuurlijk kan ik dat niet. Dus al die dingen die we nu hebben, kon ik me absoluut niet voorstellen toen. Maar kon ik niet eens van dromen. Maar zijn dat geen kleine, relatief kleine details op de grote tijdlijn? Nou, ik denk dat het meer de richting wordt van toegankelijker? Of... Ik denk dat iets als een iPhone... De iPhone heeft ervoor gezorgd dat we nu fantastische mobiele apparaatjes hebben. Ja. De tablet heeft ervoor gezorgd dat responsive design nu gewoon echt totaal ingeburgerd is. En dat het de enige manier wordt gezien door steeds meer mensen om een website te bouwen. Ja. Dat komt daardoor. Als die apparaatjes er niet waren geweest, dan bouwden we nog altijd websites van 1024 pixels breed. Ja, precies, ja. Dan was de noodzaak ervoor heel veel mensen niet geweest. Nee. Nee, dus dat zijn juist hele belangrijke ontwikkelingen geweest. iPhone heeft ervoor gezorgd dat Flash niet meer bestaat. Super belangrijk, super interessant. Hij heeft een weg vrijgemaakt van nieuwe manieren van interactie. Hoe we omgaan met interactie. Het was allemaal met een muis, dat is nu niet meer zo. Maar die tendens om makkelijker om te gaan met media en met informatie. Stel dat je dat nou naar de toekomst plot, wat zou dat dan betekenen? Heb je daar dan iets over kunnen vertellen in je praat? Ja. Over de toekomst? Ja. Toen was mijn tijd op. Er was geen toekomst meer. Maar de toekomst... Dat we zeggen, er waren een aantal dingen. Ja. Je hebt de toffe dingen, als je het hebt over webtechnologieën. Ja. Of, en je hebt de complexe dingen. Er komen wat dingen bij als dat we eindelijk normaal kunnen omgaan met layout. Met CSS. Dat we eindelijk echte tools krijgen om layout vorm te geven op een... op een website. Ja. Dus nu moet je daar eigenlijk voor hacken. En er komen wat leuke technologieën, zoals bijvoorbeeld WebRTC, waarbij je van browser naar browser connecties kunt maken. Okay. Dus dat je bijvoorbeeld chat applicaties gewoon van browser naar browser kunt doen. Oh ja. Op een veilige manier. En dat je daar dus niet iets hoeft te downloaden van Microsoft of zo. Weet je, dat je geen gebruik hoeft te maken van Skype. Nee, dat zit gewoon in de browser. Oh, dat gaat heel erg handig zijn. Dat is super. Een beetje tof. Zoals de Google Hangouts en dat soort dingen. Alleen dan in de browser, native. Oh, oké. Dus helemaal niet. Hoef je geen Google producten te gebruiken. Nee. Je kan gewoon een videoconnectie maken van browser naar browser. Oh, dat is heel erg. Iedereen kan dat maken. En daar heb je dus ook geen server meer voor nodig. Nee. Die ertussen zit. Dus je hoeft niet een... Je kan dat gewoon in de browser doen. Ja. Dat is natuurlijk super handig. En dat zijn leuke ideeën. En je kan dus ook de video aanspreken. Je krijgt steeds meer device API's. Dus waarbij je gebruik kunt maken van... Of toegang kunt verlenen tot het adresboek. Dat soort dingen wat native apps hebben. Ja. Vind ik zelf eerlijk gezegd. Ja, het is wel handig. Wordt dat niet heel erg ook een beetje gevaarlijk? Dus dat je best wel veel data kan blootgeven over een lijntje tussen twee verschillende browsers. Wordt het hacken dan ook niet makkelijker? Nou ja, dat zijn er. Je moet toestemming geven. Oké. Het is bijvoorbeeld op met native apps is daar vaak al misbruik van gemaakt. Er worden gewoon hele adresboeken gedownload, omdat je daar die toestemming minder duidelijk moet geven. En op het web wordt er gewoon, als er een camera applicatie is die toegang wil tot je camera, dan vraagt de browser, die zegt
deze applicatie wil toegang tot je camera. Ja. Geef toestemming. Okay. Dus het is niet eens de applicatie zelf die dat vraagt, dat vraagt de browser. Net zoals die wil gebruik maken van je locatie. Dus die privacy, dat zit veel beter in het, op het web. Browsermakers doen daar veel, gaan daar veel netter mee om dan... Ja, precies, ja. Ja. En je kan er soort van vanuit gaan dat dat inderdaad... dat jouw browser jouw rechten vertegenwoordigt, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 Ja, dat is inderdaad, dat is wel netjes. Dus dat zijn leuke dingen van de toekomst. Ja. Je hebt daarnaast, nou, dat zijn de toffe dingen. Mm-hmm. Of de complexe dingen had ik dat genoemd. Daarnaast heb je de vervelende dingen. Oh. Nou, en dan noemde ik bijvoorbeeld juristen en marketeers en overheden die zich bemoeien met het web. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de individuele marketeers of individuele juristen, maar die hebben nu eenmaal andere doelen dan mensen. Dat is wat ik bedoel daarmee. Ja, precies, ja. En eigenlijk als die met elkaar samenwerken, dan komen ze met mensvijandige en webvijandige ideeën. Zoals precies. DRM. Geen enkel persoon zal ooit DRM willen. Dat is niet iets wat een mens wil. Nee. Dat willen bedrijven. Dat willen rechthebbenden. Ja. Dus dat is een... dat is wat ik bedoel met een vijand van het web. Een overheid, iemand die bij de overheid werkt, is geen vijand van het web. Maar veel overheden willen totale controle over alle data. Die willen alles van je weten. Ja. Dat is niet iets wat mensen willen. Weet je, persoon zal dat ja. niet willen. Dat wil een geheel, een organisatie als een overheid of een organisatie als een en zo zijn uiteindelijk achter de juristen en marketeers zitten natuurlijk ook bedrijven die lobbypartij, gewoon, ja. Ja, bedrijven die gewoon een aantal belangen hebben. Ja, bijvoorbeeld bij we willen alles van jou weten, daar zitten securitybedrijven ja. achter. Oh ja. Nou, maar heb ik trouwens... Die verkopen software waarmee je alles van iedereen kunt weten. Ja. Dus die hebben er belang bij dat overheden bang zijn en alles willen weten. Ja. Ja, vroeger was dat met die mailformulier. Ik weet trouwens een leuke route naar een wasdraad. Oh ja? Ja. We zijn inmiddels weer een beetje terug in Osdorp. Maar ik denk dat we misschien nog wel even feedback... Want we hebben feedback. We kunnen nog wel even naar een wasdraadje. Ja, dan gaan we die kant op. En dan ik zeg wanneer we af kunnen slaan. Ja, ik hoop dat die open is sowieso. Dus daar was een... Dat is zeg maar echt een invloed waar we rekening mee houden. En dan de toffe toekomst. Ja. Dat zit hem bijvoorbeeld erin dat we nu eindelijk beginnen samen te werken. Oh ja. Dat de verschillende disciplines elkaar weten te vinden. We hebben altijd op het web, om de een of andere bizarre reden, hebben we altijd de watervalmethodiek gehad van samenwerken. Wat eigenlijk neerkomt op absoluut niet samenwerken. We zetten hoge muren tussen alle disciplines in. En daar gooien we onze deliverables overheen en we praten niet met elkaar. Dat was letterlijk zo. Ja. Ik kreeg altijd Photoshop documenten. Ga me maken. Ja. En dan keek ik ernaar en zei ik, dat kan ik niet maken, want dat is technisch onmogelijk. Precies. Ja, maar dit hebben we verkocht aan de klant, dus het moet. Ja. Ach. Ja, maar het kan niet. Ja, maar het moet. Dus dan achterlijk. Dat is raar inderdaad. Echt. Ja, want we hebben het inderdaad aan de klant laten zien. En dus is het plotseling ook de realiteit geworden. Nou, en je ziet nu, van zijn we de klant aan het betrekken in het designproces. We zijn de verschillende disciplines. Het gaat nog helemaal niet vanzelf, want we zijn nog gewend om op die watervalmethode te werken. Ja. Maar er gebeurt wel wat, dus dat is heel erg interessant. En er zit ook heel veel uitleg bij. Wat we hebben gemerkt is, af en toe ben je dus bezig zo van, oké, en dan hebben wij een moment dat we gewoon even discussiëren over wat we dan uiteindelijk gaan maken. En zo van, nee, daar is geen tijd voor. Schrijf het maar op wat je wil dat er gaat gebeuren. Weet je, dus mensen zien dat overleg tussen de disciplines om iets waars tofs te maken, dat zien ze dan als overheid af en toe. Of was het denken van, ja, moet dat wel, al die overleggen? Nou ja, kijk, al die overleggen hoeft voor mij nou ook weer niet. Je moet elkaar weten te vinden. Ja, precies. Ja. Je moet juist niet meetings hebben. Je moet naast elkaar zitten. En als ik een vraag heb over interactie, dan moet ik dat even vragen aan de jongen die naast me zit of het meisje die naast me zit. Ja, precies. Het is niet... Ik wil helemaal niet meer meetings. Tuurlijk niet. Nee. Ja, bij Waterfall had je juist wel meetings. Nee, maar het gaat vooral dat je inderdaad samen zit en zo van... ik zit hier met dit interactieprobleem. Hoe zullen we dat oplossen? Of kunnen we dit nog mooi maken? Of wat gaan we hiermee doen? Ja. En dan is het inderdaad...
de vraag van aan de klant ook om daar begrip voor te maken. Want we zijn ook een heleboel veel meer dingen aan het uitleggen aan de klant. Nou, en de klant ook aan het betrekken bij het proces. Dat is ook zoiets raars. Ja, inderdaad. Maar dan moet je dus uitleggen wat een draadmodel bijvoorbeeld is. Of hoe je komt tot een ding wat hij dan ook echt begrijpt. Namelijk een website. Ja, maar het toffe is dat klanten vaak heel goed weten. Die kennen hun eigen bedrijf natuurlijk ook veel beter. Ja, dat is waar, ja. Dus dat zijn... Die gaan we naar links trouwens. Die werken dus mee aan het uiteindelijke bouwen van de website. En dat de kwaliteit van wat we maken is echt enorm verbeterd. Het is echt niet te vergelijken met wat we maken. Het was zo'n crap wat er gemaakt werd. Dat is echt waar. Ja, nou, het was stencilwerk. Ik vond het was ook heel erg toolgericht. Ik vond mijn werk fantastisch en het web fantastisch. Maar ik had een hekel aan de dingen die we maakten. Het was echt slecht. Het was niet web. Nee. En dat is het toffe, dat is nu aan het veranderen. We gaan webdingen maken. We beginnen het web te begrijpen. We beginnen progressive enhancement. Zie je dat het ook bij designers begint door te dringen. Van, daar moeten we misschien ook wat mee. Dus echt hoe het web in elkaar zit, dat begint... Dat is al begonnen. Ja. Ja. Denk je dat we als webdesigners, dat we ook meer zullen groeien naar netdesigners. Dus dat het niet alleen maar het internet is, maar dat we ook net als... bijvoorbeeld als we het dan hebben over WebRTC. Dat is typisch iets wat een beetje onder de motorkap gebeurt. Ja. Misschien wel op een gegeven moment... misschien rechtdoor. Ja, rechtdoor inderdaad. Je ziet dat blauwe ding daar. Dat is het wasstraatje. Ah. Heel kleintje. Dus ik merk dat we dus ook dingen aan het... Bijvoorbeeld met dat Yammer-protocol. Of niet Yammer. Hoe heet het nou, joh? Skype? Nee, het chat-protocol. Hè? Dus dat je kleine signaaltjes, kleine messages... tussen verschillende browsers ook zal uitwisselen. Ja. Via een protocol wat onzichtbaar is voor de kijker. Voor de persoon. Oh. Nou, dit wordt een nieuwe experience, jongens. Ja. Het is autowassen met textiel. Met textiel? Wauw. Dus daar gaan lappen aan te pas komen, denk ik. Ja. Moet even die halen. Even kijken of we dat even eerst kunnen doen. Zo. Leuk wasstraatje. Ja, de buurtwasstraat. Basic wash alsjeblieft. Kan ik pinnen? Nee. Heb jij cash? Ik heb cash. Even kijken. Hoop ik. Ja. Zit ik al vast? Ja, ik zit vast. Dankjewel. Doei. Kijk, hopsa. Nou, hoe gaan we dit doen, jongens? Ah, zou dat maar. Kijk, we hebben echt helemaal goed afge. Ja, hier gaat het met de hand. Ja, iets meer aandacht hier, hoor. Ja, inderdaad. Ja, toch een beetje een persoonlijke touch merken we hier toch? Ja. Zal ik al beginnen? Ja, feedback. Oké, feedback. Even kijken. We werden geretweet door Mozilla NL. Echt waar? Dat is een Twitterkanaal. Ik weet niet of het een officiële is, maar al echt heel erg leuk. En we hadden ook een reactie op de vraag of er nog wel web... kunstenaars zijn. Van onder andere Frank. Daar werd best veel op gereageerd. Er werd heel erg veel op gereageerd. Ja. Dat was echt super tof. Ja. Dus Frank Kloos die had allemaal toffe kunstenaars. Waaronder eentje die reageerde zelfs. Ja. Zelf. Dus dat was wel heel erg leuk.
Ja. Ik vraag me af, zullen we die dan ook opnemen, zo van dat mensen daar dan zelf naar kunnen kijken? In de Wasstraat show notes of op de website dus. Hoe bedoel je? Nou, je kan de links van Frank, die kan ik erop zetten. Tuurlijk. Ja. Ja, okay. Nee, hartstikke leuk. Dat is trouwens misschien wel leuk voor jullie om te weten, want de video is natuurlijk niet alles. Wij maken ook een leuk verhaaltje erbij, of tenminste, dat doet Vasilis. Maar we zetten er ook een heleboel links erbij. Ja, ik had ontdekt dat mensen die niet weten te vinden, die staan ook helemaal onderaan de pagina. Ja. Ik zit dus ook te denken aan een table of contents bovenaan de pagina. Ah, oké. Okay. Dat er ook staat, want er staat heel erg veel op zo'n pagina. Ja. Het is een hele lange pagina. Ja, maar het is ook heel leuk om te lezen eigenlijk. Ja. Of tenminste, vind ik altijd. Ja. Dus ik zit te denken, dat kan ook geautomatiseerd worden. Dat kan lekker met JavaScript. Ja. We hoeven dat niet handmatig te doen. Nee, inderdaad. Want dit vind je vandaag op... Nee, er zijn sowieso wel meer dingen niet gevonden worden. We zitten bijvoorbeeld... De audio staat ook helemaal onderaan. Ja, 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 er was iemand die zei... Ik had de tip. En je kan de... Hier is die ook geluid. Ik had de tip, als je nou korter dan 1 uur in de trein zit, ja, dan kan je de wasstraat ook versneld afspelen. Oh ja, inderdaad. Zodat het net wel past. Ja. En toen zei iemand, ja, maar dan wil ik graag de wasstraat in audioformaat. En die bestaat dat gewoon. Bestaat. Ja, je kan hem sowieso vinden op SoundCloud, op iTunes, dan heet het audio erbij. En er is ook een... oh, hier wordt droog geblazen ook. Kijk eens. Wat een gaaf ding. Fantastisch. Ja. Maar dan krijgen we staan wieltjes op het raam. Ik weet niet wat je mist. Hup, daar gaat hij. Dat is een leuk ding, deed. Hij is eigenlijk veel leuker. Ja, precies. Ja. Kijk dit dan. Hier, we kijken. Hier worden we krijgen wel een... Dit is een soort van Muppets zijn dat, joh. Ja. Heel grappig. Maar we zitten dus op iTunes, maar ook op Stitcher voor de Android-gebruikers. Die doen dat, die gebruiken Stitcher Radio. En wat hebben we nog meer? Nou goed, nog veel meer. En, oh ja, de 9e. De 9e gaan we in de creative space van Design Thinkers Group. Gaan we dus een viewing houden van de volgende wasstraat waarschijnlijk. Ja, niet deze, maar niet dan. Nee, dus dan... Je gaat hem ergens neerzetten? Nee, ik ga het gewoon terug. Hey, ik dacht misschien nog eventjes de camera erop zetten. Oh, ja. Dat zet ik hem hier even neer. Eén detail. Dit is een leuk plekje. Dus we zitten de 9e... waar zitten die ook weer? Aan ik heb van geen idee. Komt op de website. Komt op de site. Design Thinkers. Ja. Oké, dan nu de camera. Waar zit dat ding? Een viewing van wat we doen. Ja. Oh. Ik vind het al verschrikkelijk om naar te kijken. En dan ga ik er ook nog naar kijken terwijl ik in het publiek zit. Dat wordt helemaal erg. Maar ook wel weer grappig. Ik had nog wel een laatste puntje. Oh, ja. Of moeten we nog meer over de feedback? Nee, dat was het. We hebben de afspraken en de feedback. Oké. Ja, nee, dat was het inderdaad. Zo. Oh ja, nu hoor je me inderdaad. Dus ik had nog een puntje en dat ging over... eigenlijk over dat samenwerken. Ja. Dus wat je ziet, wat het probleem is wat veel... mensen hebben, dus dat hebben designers hebben een probleem, maar ook developers hebben een probleem. Dat is dat er wordt een hele nieuwe werkwijze van ons verwacht. We moeten op een andere manier moeten we aan de slag. Ja. Dat is voor iedereen lastig. Mm-hmm. Ik denk eerlijk gezegd zelf dat het voor designers het lastigst is. En waarom? Omdat daar wordt gewoon echt iets heel anders van verwacht. Ook voor designers is het ook iets totaal nieuws. Alles wat we altijd deden, mm-hmm, het hele, alle media die we vormgaven tot voor kort, ja, was fixed. Had een hoogte en een breedte. Ja. Dus als je een boek maakte,
Dat was de papiergrootte. Klaar. Ja. Als je een film maakte, specifiek formaat film, klaar. Ja, precies, ja. Alles had altijd een vaste hoogte en een breedte. Nu ineens op het web is dat niet zo. En dat is volledig nieuw. Dat is... Ja, inderdaad, ja. Ik vraag me af ook al hoe we met andere media er dan mee omgaan. Dat wordt ook nog wel spannend. Ja. Maar dat is dus... Het is vooral... Dus dat is iets nieuws. Een ander nieuw ding is dat we op het web juist jarenlang dus met die watervalmethode hebben gewerkt. Ja. Waardoor mensen... designers hoeven er nergens rekening mee te houden. Nee, precies. Ja. En dat is ineens ook anders, want nu moet dat ineens weer wel. Ja. Dus dat is nogal een verandering. Maar aan de andere kant van front-end developer is het ook weer anders. Want van de front-end developer wordt nu ineens verwacht dat hij mondig wordt. Dat hij niet meer puur uitvoerend is, maar dat hij meedenkt in het creatieve en in het development proces. En dat hij dus wat anders gaat. Dus het is een hele interessante periode. En daar heb je dus echt een andere werkwijze voor nodig. En mijn goede vriend Steven Hay heeft daar toevallig een boek over gepubliceerd deze week. Dat is gaaf. Waarin hij dit echt perfect uitlegt. De problematiek van wat er aan de hand is. Ja. Ook uitlegt van hoe het in elkaar zit. Wat het probleem eigenlijk is met de deliverables die we nu hebben. Dus wat is er mis met Photoshop... bestanden. Ja. Wat is er mis met gedetailleerde wireframes? En ook waar komen ze vandaan? Hè? Hoe komen we erbij om die dingen te maken? Ja. En hij geeft alternatieven. Dat is het enige kritiekpuntje wat ik heb op het boek. Het boek is echt heel erg goed. Mm-hmm. Puntje waar ik mee zit is dat hij komt met oplossingen die geniaal zijn, maar ook technisch zijn. En hij verwacht eigenlijk van designers dat ze gaan CSS'en en dat ze gaan dat ze met de command line bezig gaan. Oh. En ik ben het helemaal met hem eens, want we hebben namelijk geen betere tools, hebben we gewoon niet. Nee. Adobe maakt flut tools voor het web, dus we moeten het met dat soort handwerk doen. Maar die tools die moeten komen dus. Die tools moeten er komen, maar ja. de op dit moment hebben we ze niet. Dus als je nu een goede website wil ontwerpen, zal je het moeten kunnen CSS'en. Ja. Ik ben het met hem eens, maar ik ben bang dat een hoop mensen, een hoop designers die dat boek gaan lezen, dat die zullen afhaken op de momenten dat er iets technisch staat. En dat die, terwijl er zo ontzettend veel goede informatie in dat boek staat. Dus koop het boek. Ja. Sla wat mij betreft de technische stukken over als je die eng vindt. Ik zou je aanraden. Of laat het uitleggen. Ik zou aanraden om het wel te volgen. Het is goed uitgelegd, het is goed geschreven. Okay. Toegankelijk geschreven. Ik zou zeggen, probeer het wel, die technische delen. Maar als je er echt allergisch voor bent, zoals veel designers zijn, sla ze dan over en lees de rest wel. Want het is namelijk echt een fantastisch boek. Oké. Voor zover. Nou, als er een aanrader kan zijn. Reclame. Ja, tot zover het reclameblok. Wij worden gesponsord door Steven Hay Incorporated. Ik word er niet eens door gesponsord, maar ik vind het echt een heel goed boek nou. Echt goed. En belangrijk ook. Ja, ik las dat je was het aan het lezen in Readmail en je wilde alles gaan highlighten. Ik heb volgens mij 100 bladzijden nu gelezen. Ik heb nog niet uit. En, alles is geel. Ik heb bijna alles gehighlighted. Ik had nog veel meer kunnen highlighten. Ja, precies. Ja. De lidwoorden bijvoorbeeld die tussen de zin. Het is echt erg goed geschreven. Oké. Goed. Nou, Steven, daar is je plug. Ja. We rekenen straks wel af. Doei. Doeg.